Nou, hallo allemaal. Het laatste wat jullie van mij hebben gezien is een stukje van Another Passion. De reden waarom ik daarna eigenlijk niet meer heb gevlogd, komt vanwege het feit dat ik aan het einde van de dag mijn stem kwijt ben geraakt. En het heeft even een paar dagen geduurd voordat ik weer een beetje bij stem was. En de afgelopen dagen ben ik ook ontzettend moe geweest. En heb ik eigenlijk helemaal niks beleefd. Want ik heb voornamelijk gesurfeerd. En daar kon ik niks van filmen. Dus ja, daar houdt het ook een beetje op. Maar het leek me wel heel erg leuk om jullie vandaag iets te laten zien. En ik heb namelijk vandaag mijn. Of nou ja, ik heb. Een tijdje geleden al. Heb ik een van de trouwjurken die ik heb besteld. Heb ik binnengekregen. En die heb ik nog eventjes in de verpakking laten zitten. Want het leek me heel erg leuk om die samen met jullie te gaan unboxen. En dan laat ik niet alles zien, want dat doe ik in een aparte video. Maar het leek me wel heel erg leuk om eventjes mijn reactie te filmen. En om eventjes misschien wat details te laten zien. Het is een jurk die ik heb besteld via AliExpress. Hij kostte in totaal zoiets van 50 euro, geloof ik. Iets rond de 50 euro. En hetgeen waar ik me het meest zorgen om zou maken. Of hetgene waar ik mij het meest zorgen om maakte, was of hij door de douane kwam en dat ik niet allemaal extra's hoefde te betalen. Maar de verkoper was zo aardig om op de verpakking te zetten dat de aankoop minder dan 20 euro was. Want op het moment dat je aankoop uit het buitenland of buiten Europa komt, dan betaal je invoerrechten. En op het moment dat je dat doet, dan kan het zijn dat er extra kosten bij komen. Maar goed, ik heb dus een jurk besteld via AliExpress en dan niet met het idee om die jurk zo aan te trekken en te gaan trouwen. Want zo mooi zijn die jurken meestal ook niet. Maar ik had een basis nodig, want ik heb in mijn hoofd een idee over hoe mijn trouwjurk eruit moet komen te zien. En ja, ik ben handig, maar niet zo handig dat ik een hele trouwjurk in elkaar kan flansen. Dus ik had een basis nodig en ik heb dus via AliExpress een basis gekocht. Ik ga hem erbij pakken en dan gaan we eens eventjes samen kijken wat het is. Ik ben hier nu in het huis van mijn moeder, want ik ga hem hier, mag ik hem ophangen. En dan kan mijn kat hem niet aan gort trekken. En dat ziet Paul ook niet. En ik ga daarom ook niet alles laten zien. De complete jurk. Dat ik hem aan heb en dat soort dingen. En hoe die uiteindelijk wordt. Dat krijgen jullie in een video te zien. Die ik rondom onze trouwdatum zal uploaden. Want dan kunnen jullie ook het hele proces zien. Ik zal de komende tijd wel een aantal DIY's gaan uploaden. Want ik heb een aantal hele leuke DIY's in mijn hoofd. We gaan ook met trouwkaarten aan de gang. We hebben een save the date gestuurd naar alle gasten. Zodat ze in ieder geval weten op welke dag het is. Van ons is het namelijk zo dat iedereen in principe gewoon welkom is bij onze ceremonie. Alleen voor het feest 's avonds moeten we eventjes kijken hoe of wat. Ja, nou, de komende tijd is allemaal leuke video's. Ik zal waarschijnlijk iets minder vloggen dan ik hiervoor deed. Omdat ik gewoon merk dat het heel veel tijd kost en ik heel weinig energie heb op het moment. Dus dan moeten we het op een andere manier gaan oplossen. Dus ik zet jullie eventjes neer. Dan ga ik de jurk er even bij pakken. Nou, qua belichting zal het niet helemaal ideaal zijn. Want ik heb daar de zon. En de zon die doet wat hij wil. Hier is het pakketje. Hier zit dus een hele trouwjurk in. En ik ga gewoon eventjes kijken hoe het eruit komt. En dan ga ik hem ophangen. En dan zal ik even het even laten zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Stel me natuurlijk niet te veel ervan voor. Als het goed is, is hij binnenste buiten. Dan moet ik hem netjes. Maar het is te binnen. Hij stinkt wel.
Nou, dus die moeten waarschijnlijk nog eventjes uithangen. Dan hoop ik dat ik erin pas. Maar dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Wat is het handigste? Hij is waarschijnlijk ook veel te lang. Wauw. Heeft hij een vlog? Heeft een vlog. Oh, maar dan moet ik er ook in passen. Anders moet die vlog wat groter. Oh, hij is super lang. Ik ga eventjes draaien. Ja, er zit een sleep aan. Dat had ik in eerste instantie helemaal niet gedacht. Maar, de bovenkant is dus kat. En dit is dus gewoon alleen maar, ja, tulle. En dan kan ik hier heel mooi die bloemen op naaien, zonder dat je het echt ziet. Zal ik hem gewoon even aantrekken? Ik kan hem alleen niet zelf rijgen. Nou. Ik kan mezelf nog niet echt voorstellen hoe dat eruit ziet als hij ingesnoerd is. Hij zit natuurlijk ook nog voor geen meter. Er zitten van die padding zitten erin, die moeten eruit. Want die zitten heel raar en die heb ik helemaal niet nodig. Als die strak genoeg zitten, dan zit dit ook wel oké. Maar ik heb 2 jurken besteld, dus er komt nog eentje binnen. Die ziet er al heel anders uit. En ik hoop dat die ietsje mooier is. Dit was eigenlijk mijn tweede keus. Het enige wat wel mooi is bij deze is dat het kant al een beetje overloopt en dat de jurk zelf gewoon helemaal vrij is. Dus ik kan daar van alles op naaien wat ik wil. Hij heeft alleen wel een sleep en dat is iets wat Paul niet helemaal leuk vindt volgens mij. Dus eventjes voordat mijn batterij leeg is. Hele mooie jurk. Pasvorm is op zich oké. Okay. De pets moeten er waarschijnlijk uit, want dat ziet er gewoon heel lelijk uit. Enige wat jammer is, hij is helemaal synthetisch. Hij is helemaal van polyester. En we trouwen aan het eind van de zomer, dus het kan een beetje zweterig zijn. Op zich voor de body vind ik dat niet zo heel erg veel uitmaken. Maar ik vind het niet zo heel erg fijn als mijn jurk continu tegen mijn benen aanplakt. Dus ik moet eventjes kijken of ik dan toch niet iets van een petticoat of iets dergelijks eronder doe. Hoe heet het? Zo'n hoepelding. Hoepelrok. Waarbij dan de rok zelf van katoen is. Want ik voel het nu ook al. Dan begint het te knetteren en zo. En nee. Maar goed, ik zit er sowieso aan te denken om voor het trouwen, de ceremonie, dus dan deze jurk of die andere jurk dan aan te doen. En dan voor het feest achteraf dan iets anders, iets wat kort is of iets waar ik me makkelijker in kan bewegen. Want ik zie niet zitten om de hele dag in zo'n hele grote jurk rond te lopen. Maar goed, moet ik eventjes over nadenken. Ik heb nog eventjes de tijd. Ja, ik heb niet eens verteld wat verdacht is vandaag. Het is vandaag 5 april en ik heb vandaag de hele dag gesurveilleerd, zo ongeveer. Ik ben heel eventjes naar de Action geweest samen met Puk. En daar heb ik iets heel leuks meegenomen. En dat is iets wat ik... Nee, ik was er niet specifiek naar op zoek. Maar het is wel heel erg handig. Ik heb namelijk allemaal van die... Dit zijn schablonen waarmee je met letters... kan stencelen. Dus, heel erg handig. Dan wel mooie, sierlijke letters. Kan ik ook vast gebruiken voor een trouw DIY. Ik ga nu
De jurk die laat ik hier hangen bij mijn moeder. En ik ga dan nu naar de supermarkt, want ik moet boodschappen doen. En ik ga eventjes een fotootje doorsturen naar mijn moeder, denk ik. Dat ze weet dat hij hier hangt. Zij komt binnenkort ook weer thuis. En ik moet mijn haar wassen, want het wordt vettig. Dus, eventjes heel erg kort bijgepraat. Ik ga jullie sowieso binnenkort nog eventjes verder bijpraten.